Auto is op 100 meter van het startpunt. In de achtervolging is Just Dream. En die springt. Galoppaarden ook achter de auto van I'm Happy. En de start is gevallen ook een galoppaarden van Eastwind BR. Er wordt driftig gesprongen. 5 paarden doen dat niet. En dat zijn ook de paarden die strijden om de leiding. Maar echt strijd is er niet. Uitgeschakeld nummer 7. Nummer 7 galop. Zizaya Polly die de kop makkelijk pakt. En de 7 is eruit. I'm Happy. Just Dream doet nog mee. Maar die ligt er heel ver achter. Voor hem ligt nog Eastwind BR. Die is er ook nog bij. Maar deze 5 paarden die we nu in beeld hebben. Dat zijn de paarden die normaal gesproken onderling gaan uitmaken. Tenzij er van die achterste 2 paarden eentje een hele beste dag heeft. Paarden gaan de rechte lijn overzijde door. Isaiah Polly leidt. Daarachter op de tweede plaats de deelnemer die in deze klasse eigenlijk erin staat alsof hij er niet meer thuis hoort. 13-1 de tussentijd. Dat is Indy Starlake. Daarachter op de derde plek volgt Caroline Albers met Frederik Norg. Frederik Norg aan de buitenkant schuin daarachter de oud-trainingsgenoot Jan Alki. En zo gaan de paarden de bocht in. Deelnemers gaan de bocht door en Racing in Time ligt op plek 5. Tempo gaat wat naar beneden. Als Miras het tempo heel erg naar beneden doet, dan helpt hij zijn werkgever enorm. Want dan kan hij misschien nog aansluiten, maar daar gaat Langeweg niet op wachten. Langeweg aan de buitenkant gaat naar voren met Jan Alki. Jan Alki, en we zien dat... Uitgeschakeld nummer 2 galop. Just Dream nog een fout maakt en er nu uit is. En Just Dream is in deze koers voorbij. Zo gaan de paarden nog 1 ronde afleggen. Het is Isaiah Polly die leidt. 18-2 de tussentijd, maar dat gaat nu al geen 18 meer. Uitgeschakeld nummer 6 galop. En ook de 6 eruit, Eastwind BR. Deze 5 die moeten het echt gaan doen, want de rest is uitgeschakeld. 18-2, de tweede 500 meter. En we gaan de runnersbocht in. Leiding daar in handen van Isaiah Polly. Tweede ligt Indy Starlake. Derde aan de buitenkant is Jan Alki. Vierde aan de relingzijde Frederike Norge. Vijfde is Racing in Time. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En Jan Alki werkt zich langzaam naar voren. Langeweg heeft geen haast. Jan Alki ook niet. Dat is een fijne combinatie. En zo liggen ze op dit moment op plek 2 naast Indy Starlake. En dat is toch wel de gevaarlijkste concurrent. De koploper is een outsider in het veld, Isaiah Polly, maar hij leidt wel. 16-4 de tussentijd en zo gaan ze de laatste bocht in. Isaiah Polly wordt tot iets meer speed gemaand. Jan Alki gaat heel makkelijk mee. Daarachter aan de relingzijde wordt de binnenstang erbij gepakt door Robin Bakker. Achter Indy Starlake, vierde nu Racing in Time en vijfde Frederike Norgen. Ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Paarden ronden de bocht. En Langeweg gaat er lekker voor liggen. Als Langeweg zo ligt en hij kijkt ook nog naar de binnenkant. Hij ziet dat Indy Starlake er niet uit kan. Dan ligt hij er heel fijn in. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Racing in Time aan de buitenkant komt. Maar in het midden van de baan zit Jan Alki. Daar komt ook de ruimte voor Indy Starlake. Het is Jan Alki. Langeweg moet echt aan het werk. Langeweg moet aan het werk. Langeweg is aan het werk. Langeweg werkt. Langeweg werkt. En Langeweg wint. Reden. Racing in Time tweede. Indy Starlake derde. 15-4 voor de winnaar. Wat een rit. Wat een kampioen.